Na de dikke nederlaag van vorige week is duidelijk dat bij MVV het vertrouwen zoek is. Tegen Go Ahead Eagles heeft het in het eerste kwartier niks in te brengen. Het wachten is eigenlijk op het doelpunt en dat is hier in de maak. Daar een overtreding geconstateerd, de woede bij René Trost, want het loopt totaal niet. De vrije trap voor Go Ahead Eagles. Zoek en lekker binnengetikt door Koen van der Biezen. Het is verdiend, want er is maar één ploeg die durft te voetballen. MVV graaft zich vervolgens nog verder in. En dan weet je dat het wachten is op meer ellende. De Maastrichtenaren wonnen hier al sinds 2002 niet meer. En vanavond zit er absoluut niet meer in. Een tweede doelpunt van Van der Biezen en wat een fraaie. Dit keer op aangeven van Vosselman en wat een schitterende goal. 2-0 is de ruststand en na rust grijpt Trost dan in. Aanvallend had MVV niks in de melk te brokkelen. Olsen, de spits, wordt vervangen. Voor Boateng heeft het gevolgen. Nee, want het blijft Go Ahead Eagles dat op zoek gaat naar meer. En hier via Pedro dichtbij een derde treffer is. Maar die laat nog even op zich wachten. Heerkens, het inspelen. En veel beweging in de ploeg. Zoek vrijgespeeld. Die vindt dan Van der Biezen en die maakt zijn derde van de avond. Het is een afgetekende zege voor Go Ahead Eagles tegen een zeer zwak MVV.